Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van weerplaza.nl. Het is bewolkt boven Nederland op veel plaatsen, met uitzondering van het westen en zuidwesten van het land, want daar scheen vanmiddag wel af en toe de zon. Met name in Zeeland, en daar in het zuiden van Zeeland en in Zeels-Vlaanderen, hadden mensen toch wel volop de zon. In het binnenland viel een enkele bui, met name in de achterhoek, daar waren de buien toch best wel fel van karakter. Als ik de satellietbeelden even in beweging zet, dan is het goed te zien dat de opklaringen vanaf de Noordzee geleidelijk aan wel dichterbij komen en daar krijgen dan grote delen van het land met name vanavond en in het begin van de nacht mee te maken. In het noordoosten van het land betekent dat dat het nog wel vrij lang opklaart en in het begin van de nacht zal de temperatuur misschien zelfs al eens tot rond het vriespunt kunnen gaan dalen. Op andere plaatsen neemt de bewolking alweer toe. En dat hebben, we allemaal, dat hebben we allemaal te danken aan een storing die gaat naderen. Het dikke wolkenpakket, wat hoort bij die storing, dat ligt al klaar. Boven dat land Oceaan, het kanaal en delen van Frankrijk. En dat hoort allemaal bij een warmtefront. En ook het koufront wat eraan vast zit, krijgen we morgen uiteindelijk mee te maken. Dat is goed te zien op de verwachte modelanimatie. Het front komt dichterbij, trekt uiteindelijk morgen over het land. En daarna zal het langzaam gaan wegtrekken. Mogelijk dat donderdag het zuiden van het land nog wel af en toe wat regen krijgt. Het noorden van het land houdt het waarschijnlijk zo goed als droog, met misschien ook af en toe wel een beetje ruimte voor de zon. Er komt wel zachtere lucht binnen. De wind draait naar het zuidwesten en daarmee komen dan eigenlijk in de rest van de week, wat betreft temperatuur, toch in de dubbele cijfers uit. Eventjes terug naar vanavond. Vanavond zijn er overal wel opklaringen, maar ook nog altijd die wolkenvelden. In het oosten van het land kan later vanavond een opklaring misschien een enkele mistbank ontstaan. En dat gebeurt dan bij temperaturen rond 3 of 4 graden. Verder richting het westen, daar ligt de temperatuur wat hoger met een graad of 5 à 6. Door de matige noordwesten tot westen wind voelt het wel koud aan. Vannacht, zoals ik al zei, in het noordoosten de lage temperaturen in het begin van de nacht. Op het moment dat het daar nog helder is, rond het vriespunt, aan de grond er iets onder. Daarbij misschien kans op wat mist. En in het westen van het land, daar neemt de bewolking alweer geleidelijk toe. En uiteindelijk neemt ook in het oosten de bewolking toe, waardoor de temperatuur in de loop van de nacht alweer gaat oplopen. Uiteindelijk gaat er aan het einde van de nacht in het westen van het land wat regen vallen. De wind is inmiddels naar het zuiden gedraaid en matig. En de minima die komen dus uit tussen 0 en zee 4 graden. Morgen dan eerst regen. Die regen die houdt, die trekt in de loop van de ochtend steeds verder oostwaarts en houdt dan tot in het begin van de middag aan. Daarna wordt het vanuit het westen droog en breekt met name in de westelijke helft van het land de zon even door. De kans op wat zon in het noordoosten en oosten van het land is klein, maar hij kan af en toe doorbreken, maar ik verwacht niet dat in Limburg de zon te zien zal zijn. De hoogste temperaturen in Zeeland, waar de zon doorkomt en het in de loop van de middag droog is, daar gaat het af 11 en Zeus-Vlaanderen misschien 12. En in Groningen blijft de temperatuur wat achter met ongeveer 8 graden. De wind die draait terug naar het westen en die wordt matig bovenland windkracht 4 tot aan zee vrij krachtig of krachtig windkracht 5 tot 6. De komende dagen dan blijft het wisselvallig. Donderdag met vooral in het zuiden bewolkt weer met zo nu en dan wat regen. In de noordelijke helft van het land kan een enkel spatje vallen, blijft het zo goed als droog met zo nu en dan wat zon. En ietsjes zachter dan de woensdag met 10 tot 12 graden. Vrijdag lijkt dan een aardige dag te worden. Op veel plaatsen droog, in het binnenland kans op een enkele bui en opnieuw dubbele cijfers. En op zaterdag nog altijd zacht, maar dan neemt de kans op regen wel weer toe. Hier een animatie van de temperatuurverwachting voor de komende dagen. We blijven wat betreft de middagtemperaturen boven onze stand leven. Normaal voor deze tijd van het jaar een graad of 8, maar de komende dagen dus tussen de 10 en 12 graden. Het is wel te zien dat in de loop van het weekend en met name in het begin van volgende week de koude lucht toch wel wat dichterbij komt. En dat zien we dan met name in de nachten terug. In de nacht zal de temperatuur in een enkele nacht misschien wel eens kunnen dalen tot rond het vriespunt. Maar overdag blijven we toch veel al rond de grens van 10 graden zitten. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl.